zware omstandigheden bij het Nederlands kampioenschap hier in Kerkrade. Veel afstappers al in de eerste fase van de wedstrijd en ook een aantal rijders van de Rijke Schenks. Het was wel een zwaar rondje, maar het zwaarste komt denk ik nog. En? En? Ja, het is, voor mij is het baal dat ik daar nou nog niet ben, maar ja, het is gewoon zo en een beetje pech gehad vandaag en op naar de volgende koersen. Maar toch, op dit moment kopgroep drie man, daar zit Dion Beukeboom nog steeds in, met onder andere Lieve Westra. Dat maakt het voor jullie wel een beetje speciaal vandaag. Ja, ze zijn natuurlijk gisteren en eergisteren hebben we twee koersen gezien waar een lange ontsnapping toch vooruit bleef. En Dion zit mee en Dion is ook sterk. Hij was vorige week ook goed in het NK tijdrijden, dus ik verwacht wel dat hij het goed gaat doen. Hoe belangrijk is het voor jullie om bij dit kampioenschap in beeld te rijden? Ja, ik denk dat het voor de sponsor natuurlijk heel goed is. De camera is daar denk ik 3 uur lang bij. En de renners kunnen zich eigenlijk tonen. Het is toch ja, top van Nederland. Alles rijdt hier en ik denk dat het voor een renner wel belangrijk is. Het regent, het waait ongelooflijk hard. Ja, vorig jaar was het hier ook al slecht. Dit zijn erbarmelijke omstandigheden natuurlijk van kampioenschap. Ja, gelukkig is de temperatuur nog wel iets beter dan vorig jaar. Vorig jaar was het ook nog echt koud. En de regen valt soms nog wel mee. Het is wel echt, ja, het is natuurlijk niet leuk. En zeker met die gladheid in de afdaling is het wel, soms wel echt gevaarlijk.